jongens, het was de Kijk Draad. Naar jullie video op mijn kanaal. Nou, je ziet vast een titel, thumbnail. Kan eens klein. Ik heb uiteraard een mega pakket binnengekregen. Zelf besteld, zelf gekocht. Want mijn vorige micro kon even een tijdje niet bellen met mensen. Dat kon wel, maar ik wou het niet veranderen. Dus ik kon even wachten tot ik de nieuwe binnenkreeg, want iemand wou bestellen. VV heeft mijn oude micro dus overgekocht op tweedehands. En ik dacht, iemand wou dus kopen. Die kwam een paar dagen later. Dag bestel iets. Die is toen dus ook om opbouwen. Dus ik ga nu openmaken. Mijn nieuwe studio microfoon voor de game te bellen. En normaal gezien moet de betere kwaliteit van de stem zijn. Dan moet je maar harder horen en zo. Dus laten we het openmaken. Hier wordt het al open. Denk ik. Of morgen. Hier moest het mooi open doen. Voilà. En kijk hem uit. Daar go. Oké, even. Hier komt hem. Even de naam. There go. Nee, mooie nieuwe. Oh, wat zeg ik? Studio microfoontje eruit. Ja, ziet er goed uit. Mooi doosje. Ik ga hem even openmaken. Waarschijnlijk heb ik schade nodig, maar dat zien we nog wel. En ik kan hem open. Zo, kijk eens. Ah, vier kan ik er ook open doen. Ja, nu is het vastgeplakt. Dus dan kan ik hem ook mooi open doen. Je kan hem ook open doen. Ja, open. En dan kan ik het hier open. Ja, dan zie je niet wat er hier. Oh, we gaan nog even in het rabbeltje in elkaar zetten. Draagt dit moesje. Dus dan wat je, ja, een beetje plakken. Dit keer een grijze microfoon. Dan zit er nog een kabel bij voor aan te sluiten. Ja, en dan doen we met AUX. Draagt wordt dit een input zetten. Voor de volg, dat ik deze dingen gebruik. En dan heb ik nog ook zoiets wat bij de volgende wordt. Ook, en dan dit voor de statief aan vast te zetten. En dan hier, ja, dit heb ik dus niet nodig. Want dit had ik, dat ik, zoiets had ik ook bij de vorige. En hier draai je dat. En toen was het kapot gegaan, dus ze kan wel heel snel kapot gaan. Dus dit heb ik niet nodig. Even aan de kant. Wat ik heb even een boekje, heb ik niet nodig, want het is in eerste al Chinees. En ik ken wel, dus ik weet het ook zo niet waar. Ik ga even hier achter mij doen. Zo. Aan de kant. En hier gaan wij. Ik kan mooi open, ja, precies hetzelfde. Hè. Normaal moet het geluid ook hetzelfde zijn, hoop ik. Die kan ik hier opdraaien als ik wil. Maar we gaan die gebruiken. We gaan deze gebruiken. Die zijn gewassen. Het gaat heel goed. Ik ga wel vastdraaien. Dat het niet dat het goed was. Dat het een beetje strang is. Okay. De kabel kan los. Die kunnen we aan de micro zetten. We gaan eerst de handen. Oké. Een paar ballen. Die leggen we even op aan de kant. Die deze is eruit. Deze is er nog niet gebogen, dus dat is ook handig. En dan boven was dat ding gebogen. Dus die blijft statisch en dan is het nog. Hier is hem. Het is eraf, dan moet gewoon hierin. Ik weet dat we ervoor ook zo. Die gaan we wat los opdraaien. Zo. Blijf het los. Of
besloten dat hij erop kan. Het is gewoon een grijs eigenlijk. Gewoon dezelfde ding als de vorige, maar dit is een grijs. A few moments later. Zo, is het ook op. Dan moet het eigenlijk denk zo. Ja. Dan ja, gaat het tegen zijn. Oké. Dan gaan we even erop zetten. Kom maar mee. Ik hoop, dan gaan we even. Dat hier even neer. Zo. Zo. Dan ga ik het vastgehouden. Maar het is vast. Hier is het ding. Zo. Hier zit het niet altijd nog vast. Zo, dan kan je dat zo doen. Zo. Dan ga je dat zo doen. Ja, dat is perfect. Ja, je ziet het nu. En een kabel uiteraard in dat stukje. We hebben dat een omikroink. Zo, dat zit helemaal goed. Ja, je vast rond. Zeker vast het is. Micro staat in je gereed om te gebruiken. En ook veel beter als de vorige. There you go. Zo, dan ga ik hem ook even testen. Dus het goed zit en zo. Dan gaan we naar hier. Dan gaan we. Hallo. Ik heb het geluid nog iets aanpassen, denk ik. Zo. Hallo. 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 Ik ben even testen. Het is wel redelijk goed om te zeggen. Hallo. 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 Ja, man. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Test, 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 test. Ja, dit zou wel een betere kunnen zijn. Ik ga even weer openen en dan. Hey jongens, oké, dit was dan de video. Ik weet niet zo goed, hè. Maar hij is beter en hij is harder dan de vorige. Dus dan dat is gewoon een grijze micro. En dan kan ik die gewoon zo naar me toe trekken. Wat ik nog niet nodig heb, zet ik die gewoon zo weg. En dan heb je dat. Dus ik hoop in ieder geval deze video leuk vonden. Even weer zoveel. Dus dan zeg ik je zeker graag bij de volgende video uiteraard. Ik hoop dat je het nogmaals leuk vonden. En we zijn in al 5 minuutjes, 16 minuutjes bijna bezig. En we gaan graag ermee de rommel zelfs opruimen. Verder die rode ding moet je niet plekken, letten. En de vorige video heb ik normaal die lampen geunboxed. Ik kan er wat even laten zien. En sorry voor geruis of geblaas wat jullie deel dat horen. Maar dat is de verwarming die erop staat. Maar ik heb hier een kastje. Ik kan ook mijn gsm nemen. Dat wil dat gewoon even doen. Mag even naar het licht. Kijk, mijn gsm. Ja, ik ga hem openen, kijk, de app. En dan doe ik hem uit en aan, dus dat maar ze aan. Van alle knoppen, dus dan moet ik even zo doen. Kijk, there you go. Wat vinden jullie ervan? Zo, even iets verder, ik wil wat van helpen. There you go.
Normaal style. Kijk eens. Dit is toch ook cool, jongens. Dus nogmaals, dat is even iets anders. Maar ik wil deze video leuk vonden. Vergeet je niet te liken en te abonneren. En nogmaals, ja, op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Want abonnees dalen en stijgen niet. Dus dat moet ik even veranderen. Als jullie het ook vinden, let me know. Laat me maar weten dan in de comments. Als jullie ook willen dat ik ooit 1000 abonnees haal. Goed, zwart. Die zijn in Amerika, ik weet het. Oké, sorry dat ik even niet naar jullie kijk, ik moet even niet doen. Dus in ieder geval allemaal bedankt voor kijken. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. En doei mensen, 70, 80, 90, pak je melden. 80% is niet geabonneerd. Bij iedereen van, klik je nu op de rode knopje, maak de grijs. Om 70 abonnees, haal ik de 1000 abonnees. Berekend door een expert, mezelf, nee. Maar, nou, ik weet het. Ik zou het schatten. Of ja, ik bedoel, het is gewoon een schat. Ik haal 1000 abonnees, dat is iedereen van allemaal video's die ooit hebben gekeken, abonneren, haal ik 1000 abonnees. Kijk je dan terug, die ook heel vroeger naar mijn kanaal keken en nu niet meer, maar kijk je toevallig deze video, abonneer dan zeker. En dan, als iedereen dat zo doet en wilt, en dan heb je 1000 abonnees, je snapt hem. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken, tot de volgende, later.